Organisaties op het terrein van dierenwelzijn, milieu en ook op medisch gebied vinden dat er een eind moet komen aan de overlast door vuurwerk. Samen met de fractie van GroenLinks Zaanstad hebben ze een Zaans vuurwerkmanifest ondertekend. Donderdagavond werd het manifest voorafgaand aan de raadsvergadering overhandigd aan waarnemend burgemeester Ruud Vreeman. En dat was meteen zijn eerste officiële actie. GroenLinks raadslid Rompje Matkoor vindt dat het college van BNW te weinig doet om de overlast door vuurwerk te bestrijden. Vorig jaar hebben we met een kleine meerderheid, weliswaar, maar met de meerderheid van de raad een motie aangenomen om vuurwerkvrije zones in te stellen. Ja, dat is maar heel beperkt gebeurd. En dit keer was er een brief van het college dat ze er helemaal niks meer aan gaan doen. Alleen wat praten met scholieren, voorlichting, dat gebeurt al jaren. Maar wij vinden dat dus gewoon te weinig. Vooral wat er nu ook in de Zaanpeiling staat, dat een kwart van de mensen wil eigenlijk een totaalverbod op consumentenvuurwerk. En 40% is voor het verbieden van vuurwerk en dan in plaats daarvan een professioneel vuurwerk. En dat is samen een behoorlijke meerderheid. En ik vind dat het college naar zijn burgers moet luisteren. Wat is er mis met vuurwerk? Nou, er is een heleboel. Het levert elk jaar weer gewonden op. Er is ontzettende stress bij mensen en dieren. De dierenartsen hebben ook gezegd dat tegen het eind van het jaar dan worden er heel veel kalmeringsmiddelen verkocht aan huisdieren. Sommige mensen met COPD die durven het huis niet uit. Het is heel slecht voor het milieu. Het geeft ontzettend veel troep. Op straat. En dat geeft ook vaak aanleiding tot vandalisme. Dus waarom zouden we dat zo doorzetten? Een mentaliteitsverandering is het meest belangrijk, stelt Rompje Matkoor. Wij willen eigenlijk een traditie doorbreken. Dat iedereen maar in de straat gaat knallen waar iedereen bang voor is. En een professionele vuurwerkshow, dat is op zich mooi. Dat gebeurt natuurlijk ook in enkele steden. Maar een professionele vuurwerkshow is ook niet echt helemaal goed voor het milieu. Wat wij nog liever zouden willen zijn water- of lichtshows. Die hebben helemaal geen nadelige effecten. En dat zou je misschien ook een paar plaatsen in Zaanstad kunnen doen. Want Zaanstad is natuurlijk een hele brede gemeente. En dat moet eigenlijk een begin zijn van de doorbreking van die traditie. Ja. Nu is een vuurwerkvrije zone die jullie aangeven ook een beetje lastig, want vuurwerkvrije zones moet je ook handhaven. En dat was geloof ik een probleem. Precies, dat was zeker was het een probleem. Je moet natuurlijk ook wel willen. Als je wil handhaven, dan kan dat wel. Bovendien was er zo'n kleine zone aangewezen dat als je zeg maar twee passen deed, dan stond je ernaast. Ja, dat werkt gewoon niet. En het lijkt bij de burgers al wel een beetje door te dringen, maar helaas bij het college nog niet erg. Vandaar ook dat we dat manifest aanbieden. Waarnemend burgemeester Vreeman begon zijn hernieuwde carrière in Zaanstad dus met vuurwerk. Ja, dat is natuurlijk gewoon echt een hele discussie in Nederland. En het is prima dat er hier ook aandacht voor is. Ja, dat is natuurlijk echt twee posities zijn er. Hè? Mensen die het heel erg benadrukken van milieu en onveilig. En anderzijds, ja, die zeggen, oh ja, dat is echt een volksfeest. Mm-hmm. En daar hoort vuurwerk bij. Nou ja, daar moet je een evenwicht in zien te zoeken. Ja. Maar ik vind het prima dat het aan de orde wordt gesteld. Want het is natuurlijk ook waar dat er echt ook negatieve kanten aan zitten. Er zijn natuurlijk elk jaar jonge mensen die gewond raken. Ogen en vingers eraf en dat soort dingen. En het is natuurlijk ook inderdaad, ja, het heeft ook wel iets van een grote verspilling. Want er gaat een hoop geld de lucht in. Zo. Maar ja, anderzijds zeggen ook heel veel mensen, ja, dat is nou de klapper om het nieuwe jaar te beginnen. Dat is voor beide wat te zeggen. Ik verplaats me ook een beetje in de nieuwe generatie die lekker in straat met een glas champagne de rotjes gooit en een paar vuurpijlen in een fles. Nou, dat bestaat ook, hè. Dat is natuurlijk ook een deel van de cultuur van ons land. Dit gaat nu het college in en zal worden behandeld. Het is uw eerste officiële actie zometeen in de raadsvergadering. We houden u eigenlijk op. Hoe is het om terug te zijn in Zaanstad? Nou ja, dat vind ik dus echt heel eervol en ook al heel bijzonder. Hè. Ik ben dus 12 jaar geleden hier weggegaan. En wel een beetje gevolgd wat er gebeurde. Maar ik heb natuurlijk in Tilburg gewerkt en in Groningen en andere dingen gedaan. Ja, ik vind het echt terugkomen. Dus ook wel hoe de mensen op me reageren is ook wel heel erg... dat is ook wel een warm bad hoor. Dat is toch allemaal herinneringen ophalen. En dingen die ik ook soms vergeten was, dan komen ze mee terug. Dus ik vind dat wel, een mooie dag. Heeft u nog voldoende conditie voor een dansje op het Fijn? Nou ja, de conditie is wel minder geworden natuurlijk inmiddels. Maar dansen op het Veen, dat is natuurlijk toch wel een credo wat altijd sterk blijft. Als je hier niet doorloopt en niet verder denkt, dan zak je weg in de prut. Hè. Dat was eigenlijk de metafoor en dat is nog steeds zo. Maar ik moet wel zeggen, ze zijn de laatste afgelopen 12 jaar een heel eind doorgelopen. Waardoor het imago en de kwaliteit van deze stad natuurlijk enorm vergroot is. En daar kijk ik ook met ontzettend veel plezier op terug. De discussie begon een beetje in mijn tijd en de planvorming. En als je nou ziet... Nou ja, ik ga zelf wonen in de Hermitage. Nou ja, dat was natuurlijk allemaal ondenkbaar. Dat was er allemaal niet. Dus ik ben daar ook wel heel trots. Ik vind het ook echt bewondering voor de bestuur en de gemeenteraad. Wat ze de
afgelopen 12 jaar na mijn vertrek gepresteerd hebben.